Om ervoor te zorgen dat je niks kwijtraakt op je smartphone, is het handig om regelmatig een backup te maken van alle gegevens op je telefoon. Allereerst maak je een backup van al je foto's. Ga hiervoor naar de Google Map en tik op Google Drive. Tik linksbovenin op de drie streepjes. Scroll naar beneden en tik op Instellingen. Hier zie je het kopje Google Foto's. Tik op het schuifje naast automatisch toevoegen voor een backup van je foto's. Vervolgens kun je een backup maken van je app en apparaatgegevens. Tik hiervoor op Backup maken en resetten. Tik bovenaan op Backup maken van mijn gegevens. Tik op het schuifje bovenaan om het in te schakelen. Ook kun je al je contacten op je telefoon veiligstellen. Keer terug naar het startscherm en tik op het contacten symbool onderaan het scherm. Tik op meer en selecteer Importeren exporteren. Tik op Exporteren naar opslag. Onthoud de naam van het bestand en tik op exporteren. Vink hier alle mogelijke locaties van je contacten aan, zodat je sowieso geen contacten kwijtraakt. Tik op OK. Er is nu alleen een lokale backup gemaakt. Tik op Importeren uit Opslag en selecteer dan Google. Selecteer nu het bestand dat je net onthouden hebt en tik op OK. Nu zijn al je contacten ook opgeslagen in je Google-account. Om een backup van je WhatsApp-gesprekken te maken, open je eerst WhatsApp. Tik op de drie stipjes rechtsboven in het scherm. Tik op Instellingen. Tik hier op Chats. Tik op Chat Backup. Tik nu op Backup maken naar Google Drive en selecteer een van de opties. Selecteer het Google-account waar je de backup wilt maken. Tik nu op Backup maken om direct een backup te maken. Het is handig om al deze stappen regelmatig uit te voeren, zodat je geen kostbare gegevens verliest als je ooit je telefoon kwijtraakt.